Eén van de vijf stukken moet hier zijn. Ze moeten vijf stukken van de sleutel vinden. En dat rare blonde meisje, a.k.a. Zelda, die is al daar naar binnen. Yo, Zelda-fans. Zie je deze handen? Dit zijn graafklauwen. Althans, in Zelda Skyward Sword. In de vorige aflevering hebben we namelijk van die graafklauwen gevonden. Of nou ja, eigenlijk hebben we die vertiet. En daarmee kunnen we zo graven. En dan kunnen we misschien onszelf, ja, zo de lucht inblazen. Heerlijk. Oh, kijk, en hier kunnen we graven en dan ligt er van alles in. Wat is dit? Elden Edge. Ben benieuwd wat we daarmee kunnen. Klinkt goed. Kunnen we dan ook nu zo naar dat kistje? Nee, dat kan dan weer niet. Hoe komen we dan bij dat kistje? Nou, we gaan gewoon door. Want we zijn nog steeds bezig om Zelda te zoeken. En dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Dus doe dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je dat wil zien. Want uiteindelijk gaan we Zelda vast wel een keertje vinden. Dit is wel weer lekker een doolhof, jongens. Oh, 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 oh. Wat doe jij hier? Hij schrok zich rot. Je kunt niet zomaar recht boven me graven, weet je? Nou, hij vergeeft het ons gelukkig. Oh, dit is een puzzel. Ja, ik snap hem. Ondertussen hebben we hier bommenkies. En dan kunnen we hier wel laten ontploffen. Misschien moeten we beter hier laten ontploffen. Ja, kijk, 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 kijk. Dikke doei. Dan zoeken we rustig onze weg hier doorheen. Dan hebben we hier nog bommetjes. En die plempen we hier neer. Hatsaflats. Doei. Tot de volgende. Zou wat chill vinden als ik even wat hartjes weer vol vind of zo. Misschien hier in een van die gaten. Nee, alleen maar roepies. Ah, ook wel chill. Die hebben we ook nodig. En de weg naar boven. Oh, en de weg verder naar boven. Yo, zijn we eruit? Ja, we zijn eruit. Yo, Chris. Die zegt, ah, nu ook al een groene. Er stormde net iemand langs die er net zo vreemd uitziet als jij. Met een zwarte sluier. We moeten de brug over. En dat vreemde type, die sprong daar zo overheen met een waanzinnige sprong. Ja, dat gaan wij niet halen. Wij zijn niet zo lenig. Oh, oh, oh. Nou ja, ja, top, dankjewel. We mogen hier gewoon oversteken. Hey, wie is dit? Je bent de uitverkorene van de godin. Yo, Zelda is dichtbij, zegt hij. Haasje. Oh ja, jij bent wel behoorlijk lenig inderdaad, ja. Thanks dat je die brug even voor mij fixt. Hierachter is trouwens ook nog iets. Even kijken wat hier is. Ik bedoel, dit zal er niet voor niks zijn. Oh, kijk, we hebben nu weer een shortcut geopend. Want dit stuk heb je kunnen zien in de vorige aflevering hoe we daar hebben gestunteld. Gaan we nu gauw de brug over. We hebben een bommetje nodig, die moeten we daar gooien. Auw! Ik denk niet dat ik dat haal, want ik kan echt maar heel langzaam lopen met een bom. Oké, laat maar zitten. Wanneer kan ik nou een keer zelf bommen meenemen? Dat zou echt super chill zijn. En hopelijk krijg ik van jullie even hartjes of zo. Nee? Springen we hier overheen? Gaan we hier deze berg even oprennen. Klim erop. Hallo? Beam! Doei! Rol maar lekker naar beneden. Oh, wacht even, wacht even. Daar zie ik een bom. Die kunnen we hier naar beneden gooien. Dan rolt die bom denk ik ook gewoon naar beneden zo. En dan... Ja, nice. Oh, kijk daar rechts bovenin. Er staat gewoon iemand met een steen te wachten op mij, hè. Die staat gewoon al klaar voor het moment dat ik misschien strakjes naar boven kom. Eerst even kijken wat hier is. Lieve heersbeestjes. Die gaan we vangen. Ja, lekker. Vuurhaardbeestjes noemen ze dat in deze game. Oké, maar waar komen we dan uit? Dit is niet zo'n bekend stuk voor mij. Gaan we toch eerst proberen om naar boven te klimmen daar? Sprinten. Ja, ik denk niet dat dat gaat lukken. Ik ga het toch gewoon proberen. Hij gaat nu zijn ding gooien. Klim, 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 klim. Ja, lekker. Pak hem. Ja, het lukt wel. Nice. Ik had de genadeslag kunnen doen, maar ik vergat het weer. Oké, okay, maar hij is kapot. Doei. Yo, maar waar zijn we nu dan? Oh, snap. We zijn in hun kamp. Oké, okay, dit is misschien problematisch. Hatsaflats. Hatsikidee. Lekker. En de volgende. Pak hem. Ik doe de hele tijd de verkeerde slag op zijn hoofd. Hou eens op. Hier. Lekker. Nu jij. Kom hier. Lekker. Nice. Ja, daarboven in die toren staat iemand steeds een matties te roepen. Oh, wacht even. Ja, maar deze kun ik denk wel opblazen. Ik denk wel dat het de bedoeling is dat ik deze ding zo naar beneden gooi. Met een bommetje. Toch? Ja hoor. Later. Lekker voor je. Oeh, dat is een gouden schedel of zo? Wat is dit dan? Gouden schedel sieraad. Klinkt goed. Wordt wel weer tijd dat ik even ergens kan gaan chillen of zo. Ik heb hartjes nodig. Oh, kijk, ik krijg er hier twee. Top. Nu doen we even Tarzan actie. Lekker klimmen, vriend. Jeetje, we komen wel steeds hoger en hoger. Yo, waar zijn we helemaal, joh? Ah! Oh.
Doei, vuurblop. Die sprong er even lekker vanaf, heerlijk. En nu? Moeten we daar naar boven? Gaan de rechter pakken, denk ik. Of de linker? Het maakt eigenlijk geen moer uit. Hij ziet me niet. Hij ziet me niet. Doei. Later. Hij ziet me ook niet. Oh, oh, nee, 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 nee. Nou ja, ik heb wel weer een extra hartje. Je moet hier gewoon rennen. Ik dacht, ik ga heel slim sneaken naar die andere. Maar dat werkt niet. Je moet hier rennen. Hallo. Dag. Oké, en nu moeten we daar naar boven. Sprinten. Redden we dit? Redden we dit? We redden het net. Nee. Nee, ze gooien allemaal... Maar ze hebben hun matties ook naar beneden gegooid. Kijk maar daarboven, daar staan ze niet meer. Lekker bezig, gasten. Heerlijk. Oké. Kan ik nu rustig naar boven rennen? Ja, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar, ren. Sprint. Lekker, pak ze. Genadeslagie. Nee, niet, helaas. Jij dan. Oh, niet mij slaan. Dude, wat zit je nou mij te slaan, jongen? Laat mij eens met rust. Ik ben Link. Jij bent hier de lelijke koblin. Koblin. Oh, wacht, wacht, wacht. Ik ben moe. Ik ben moe. Ik ben moe. Ik kan niks doen. Oh, wat slecht dit. Maak hem kapot. Hij gaat niet kapot. Nu gaat hij wel kapot. Jeetje, dat duurde even. Yo! En dan zijn we bij de tempel, bij de ingang. Yeah! Ik weet zeker dat ze hier ergens begraven hebben, maar waar? Een keutel? Oh nee, een sleutel. Ze zoeken de sleutel van de tempel. Eén van de 5 stukken moet hier zijn. Ze moeten 5 stukken van de sleutel vinden. En dat rare blonde meisje, a.k.a. Zelda, die is al daar naar binnen. Zij willen zelf naar binnen om een of andere schat te grijpen. Ja, allemaal prima, jongen. Maar ik denk dat ik degene ben die daar naar binnen gaat. We moeten even samenvatten. De persoon met de vreemde kleren, dat zal de vrouw in het zwart zijn? Oh. Volgens de berekeningen van Vier is dat niet meer dan 10%. Waarschijnlijk ging het om Zelda. Vier heeft de dingen die we moeten zoeken voor de sleutel, die heeft ze nu gedetecteerd. Of tenminste, die heeft ze ervoor gezorgd dat we die kunnen detecteren. Eens even kijken hoor. Daarin? Of daarboven? Is er daar één? Die kunnen we nooit pakken met de katapult, denk ik. De katapult is niet relevant voor nu. Ik denk dat we moeten gaan graven. Oké, hier alleen roepies. Maar volgens mij moet er hier wel één liggen. Oh, oh! Laat me met rust, joh! Oh, we moeten daar naartoe. Oké. Joh, maar hoe gaan we een bom helemaal erboven krijgen dan? Hier ligt er waarschijnlijk één. Ja, kijk! Nu nog 4 stukken te gaan. Hier ligt niks meer. Oh, wel? Hier beneden ergens? Oké, laten we even een bom gaan rollen. Let's go! We moeten iets rechter gooien, denk ik. Alhoewel, alhoewel, alhoewel. Ja, dit ging goed. Oh, nice. Daaronder ligt er sowieso één. Let's go! Graven maar, hier ligt sowieso zo'n stuk. Dat moet wel. Yes, lekker. Misschien als ik zo die krachten pak. Nee, ook niet. Nee, daar kunnen we niks mee. Oké. Dus dan moeten we weer hier naar boven. Let's go, let's go, let's go, let's go. En klimmen. Toch moet er hier ook gewoon één liggen hoor. Kijk maar, hier, dit pijltje dat wijst hier naartoe. Of... Waar ligt dat dan? Ik zie daarboven trouwens wel vlinders. Ik wil wel deze vlinders vangen. Yay! Godinnenpage. Weer een nieuwe vlinder in onze Insectopedia. En er is hier nog één. Pak hem. Lekker. Oh, daar is er nog één. Oké, dus daar moeten we een bommetje op gooien of zo? En dan moeten we zo gaan rollen. En gooien die handel. En dan hopen dat het goed komt. Oké, poging 2. Oeh, die was echt al bijna. Ik moet denk iets verder gooien. Ik denk niet dat deze goed is. Nee, niet vallen, Link. Ah! Oké, hopelijk... Is dit precies de goede afstand? We gaan het zien. Nee! Nu moet ik hem weer iets langer vasthouden. Zo dan. Kijken, kijken, kijken. Ja, dat is hem. Nice. En dan moet ik dus daarin rennen. En dan moeten we eerst onszelf even hier naartoe laten zakken. En dan kunnen we vanaf hier daar naartoe rennen. Go, 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 go. Yes, dan hebben we de derde sleutel te pakken. Nice. Nog 2 te gaan. Of nou ja, het is eigenlijk een stuk van een sleutel. Hè? Het zijn niet allemaal sleutels. Die 2 laatste die liggen sowieso aan die kant ergens. Ik ga in ieder geval afrekenen met al deze schavuiten. Kom maar. Wat ziek idee. Oh, nee, 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 nee. Ah, gelijk 3 hartjes eraf, jongen, ook echt. Dat vind ik echt niet chill. Ga weg. Hier. En hier.
En hier. Ja, ik denk alleen wel dat hij de hele tijd zijn matties blijft roepen. Of niet? Nee, niet. Oké, okay. Chill. Oké, okay, guys, we pakken hier een bom. En we gaan die guy in zijn torentje uit zijn torentje halen. Later. Hey, brug oversteken. Ja, hier zal wel nog wel iets moeten zijn, denk ik. Misschien bij deze vleermuizen. Ja! Auw, jongens. Moet dit nou weer? Moet dit nou weer? Potverdorie. Ah, man. In plaats van dat ik hartjes krijg, dan pakken ze alleen maar hartjes. Zit hier beneden iets? Maar hoe kom ik hier voorbij? Oh, wacht. Hier is een geheim paadje. Let's go over dit geheime paadje. Of moet ik hier aan de rand hangen? Go, Linky. Go. Stel me niet teleur. Oké, okay, we gaan omhoog. Top. En hier verder. Ja, cool. En... Oh. Pff. Ja, nu zijn we er. Oh, nice. Zijn we er nu? Nog niet helemaal. Maar ik kan nu wel in de lianen gaan hangen. Oké, okay, cool. Dan hoop ik dat we snel genoeg zijn. Ergens was ook nog zo'n bol, volgens mij. Zo'n groene bol. Ik weet niet waar die is. Ik weet niet waar die is. Ik weet niet waar die is. Oh, hier is die. Beetje naar beneden. Pak hem. Die hebben we nodig. Top. Woe. Dan hier naartoe. En ja, loslaten. Huh, nice. Kunnen we hiermee waarschijnlijk de brug, ja, de brug activeren. Voor de volgende keer niet zo moeilijk te doen. Dus even kijken of we er nog eentje kunnen opsporen. Ja, letterlijk hier beneden of zo. Maar ik denk dat we gewoon door moeten gaan. Ah, nee, ik sta in de fik. Daar kan ik nog helemaal niet naartoe, joh. Ja, maar ja, ik moet toch door, denk ik. Ik bedoel, ik kan wel helemaal teruglopen, maar dat schiet ook niet op. Ik kan hier niet verder. Is dit een geheime gang? Oh, wacht. Oké, ik ga hierin. Waar kom ik uit dan? Jumpen! Oké, we pakken de rechter. We gaan hier naartoe, ja, nice! Kunnen we hier graven? Er zit een ferry in. Maar moeten we nu maar gewoon gaan hopen dat we naar de goede plekken gaan of zo? Daarachter schijnt iets te zijn. Daar. Roepies! Waar gaan we helemaal naartoe? Nee, dit is veel te ver. We zullen nu vast wel een stuk hebben gemist of zo. Oké, wacht. Misschien kunnen we nog terug. En misschien ligt hier ook wel wat. En kijk, hier is een bom. En hier is weer zo'n stopplek. Ontstopperding. Ja, nice. Oké, dan gaat hier alle lava weg. Of nou ja, alle lava. Niet alle lava, maar wel veel lava. Moeten we eigenlijk deze bom daar naartoe gooien en dan heel snel zijn. Dat werkt blijkbaar niet. Misschien zijn hier boven ook wel... Nee, hierboven zijn geen bommen. Oké. Het werkt wel. We kunnen wel een bom naar de overkant gooien. Gewoon zo ver mogelijk, zo. En dan gelijk erachteraan rennen. En dan nog snel oppakken. Pak hem. Ah, man, pak hem dan op, Linky Winky. Oh, zo ligt hij er ook al bijna voor, joh. Maar gooi hem. Ja, oké, cool. En daar ligt nog een puzzelstukje, oké. Ja, potver, maar ik moet dus weer helemaal terug, joh. Want ergens in die afdaling ligt ook nog een stukje. Maar ik kan hier wel weer naar boven, volgens mij. Ja, kijk, nice. Oké, we zijn weer terug. Oké, we hebben hier rechts een pad. Zo, en dan kunnen we ook nog een keer rechts. Dan moeten we hier even kijken wat hier allemaal is. Kijk, hier kunnen we op. Moeten we dan terug of zo? Ja, zo. Oké, dit is denk ik een kwestie van timing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je moet op 4. Oké, op 4 moeten we gaan. Of nee, nu zijn ze sowieso... We moeten gewoon wachten tot ze allebei blazen. En volgens mij na 4 seconden gaan ze allebei blazen. Ja, kijk. Nu gaan ze allebei. Ja. Ligt die hierin dan? Is dit het... Ja, dit is het laatste stuk van de sleutel. Woehoe! En daarmee kunnen we deze tempel gaan openmaken. En hopelijk gaan we dan heel snel Zelda vinden. Ik ben wel benieuwd of jij deze game ook speelt. Laat het even weten in de comments. Vergeet niet om te liken en te abonneren. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende. Mazzel!